Goeiedag, ik wil u graag laten zien hoe de nieuwe versie van Picture Selector werkt met het online zoeken en delen van pictobladen. Ik heb een mogelijkheid gemaakt waarmee je kan zoeken voor de verschillende talen. Kunt u een lijst opvragen van beschikbare pictobladen. En daarbij kunt u dus ook zeggen, ik wil alleen mijn eigen pictobladen zien. Of woorden aangeven. Eventueel meerdere woorden verplicht stellen. Waarbij deze dus zowel regels als thuis heeft. Als dit vinkje uitstaat, de regels of thuis in een lijstje met woorden voorkomen. Nou, ik kan hier zien dat deze bladen zijn allemaal publiek. Dus iedereen die zoekt kan ze vinden. Maar als u de bladen deelt, kunt u ook aangeven dat alleen u ze mag vinden. Kan ook zoeken op tekst, bijvoorbeeld hierop, en dan wordt er gezocht in de titel, bij de maker, bij de e-mail en in de omschrijving. Nou, op deze manier kunnen we dus eenvoudig een pictoblad kiezen. Ja, deze bijvoorbeeld wat je downloaden. En importeren. En dan besluiten kunt u hier gewoon het pictoblad zien wat u van internet gedownload heeft. Nou, versturen, het delen van pictobladen kan u hier doen. Kan invoeren wat er waarvoor het bijvoorbeeld gemaakt is, dat pictoblad. Kiezen. Welke kernwoorden erin zitten. Ook zelf eventueel een kernwoord maken. Een omschrijving invullen. Aangeven wie het gemaakt heeft en wel met wat voor e-mailadres. Het is vooral belangrijk om later gemakkelijk teruggevonden te worden. Je kan ook aangeven welke taal dit pictoblad is. Standaard wordt gewoon in dit geval Nederlands aangegeven. En dan kan bijvoorbeeld ook een serie QR-codes laten genereren van het pictoblad wat u aan het gaat delen. Nou, ik zal het nu even doen. Er wordt nu geüpload naar de website. En er waren een heel aantal plaatjes aangemaakt die erbij horen. En voor ieder plaatje is er een link beschikbaar. Nou, een hele ingewikkelde link. Kan u niet zomaar raden. Nou, dit is bijvoorbeeld het ene plaatje. Maar er is ook een link beschikbaar voor het downloaden van het pictoblad. Die kunt u ook een andere geven. En dit is bijvoorbeeld voor de online slideshow die er gemaakt is. Dit staat allemaal op internet, dus u kunt van ieder willekeurige tab of computer dit benaderen. En op die manier, stap voor stap, bijvoorbeeld hierheen stappen. Nou, er zijn nog meer mogelijkheden. Ik kan ook zeggen van, nou, maar ik wil dit ding helemaal niet meer delen. Nou, dan kan u hem weer even verwijderen. Of u kan alle pictobladen van deze die door u geüpload heeft, weer verwijderen van internet. En ja, dat is even in het kort hoe PictoSheets online werkt. Ik wens u heel veel plezier ermee.